In deze video ontdekt u hoe u informatie opzoekt in Social Eye over specifieke paritaire comité's. Vind snel sectorale afwijkingen terug en selecteer de paritaire comité's die voor u van belang zijn. Geef PC en het nummer van uw paritair comité in. Afhankelijk van uw abonnement heeft u toegang tot 5 paritaire comité's of meer. U krijgt altijd eerst een doorklikbare overzichtstabel met thema's te zien en, naast de sectorale bepalingen van het hoofdcomité en het subcomité, ook de algemene bepalingen. Als u doorklikt op een bepaling, krijgt u ook handige linken te zien naar de algemene reglementering via basisregel, naar de overzichtstabel via gelinkte documenten en naar de cao's. Kent u het nummer van uw paritair comité? En bent u op zoek naar een afwijking voor een specifiek thema, zoals ecochecks? Dan kan u extra informatie meegeven in de zoekbalk. Bent u op zoek naar alle afwijkingen voor een specifiek thema? Dan kan u bijvoorbeeld het zoekwoord arbeidsduur ingeven. Als u klikt op arbeidsduur, overzicht sectorale afwijkingen, krijgt u een overzichtstabel te zien voor het thema arbeidsduur met alle paritaire comité's en of er sectorale bepalingen bestaan of niet. U kan gemakkelijk doorklikken op de verschillende bepalingen. Weet u welke paritaire comité's voor u relevant zijn? Dan kan u deze selecteren in de filters links. Wilt u enkel de resultaten zien die van toepassing zijn op uw paritair comité? Dan is het handig om het nummer van uw paritair comité te selecteren via de startpagina. Dit kan u doen via paritair comité of via uw persoonlijke werkhoek. Bent u bijvoorbeeld enkel geïnteresseerd in het paritair comité 111? Dan kan u dat hier selecteren. Als u nu iets zoekt, zullen al uw resultaten gefilterd worden op het paritair comité 111. Ga meteen aan de slag met Social Eye en haal zo meer uit uw databank. Nog vragen of hulp nodig? Raadpleeg de Social Eye helppagina voor andere tutorials, tips en tricks en meest gestelde vragen.